Deze beschouwing die gaat over iets positiefs. We hebben het over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. En ik heb er al bij stilgestaan dat de situatie in de wereld is nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het lijkt wel of het elke dag een beetje erger wordt. Maar dat is niet zo. Nee, eigenlijk is er niet zoveel veranderd. En eigenlijk is er dus ook helemaal niks aan de hand. Als je het hebt over mensen op het individuele niveau. En je ziet het dan met de regeringen en al die oorlogstoestanden. En ja... Het Het wordt echt wel steeds verschrikkelijker. Maar voor jou en mij... Ach. Ik kwam vandaag gewoon terug van mijn werk. En... en dan valt het je toch op dat in de bus... Dat... Weer... Ja. De helft is nog Nederlander. En de rest is uh, buitenlander. En spreekt ook geen Nederlands. Zitten met elkaar te spreken in een taal die je helemaal niet verstaat. En toen liep ik hier vanmiddag uh, de stad even in. En op een bepaald moment liep ik over een stuk stoep. En op dat stukje stoep liepen tien mensen, zeg maar. Ik was de enige Nederlander. Dus ik was eventjes maar 10%. Ja, het begint op te vallen. En die buitenlandse mensen die, oh, die hebben het best wel naar hun zin, heb ik zo het idee. Ze praten best luid. Ze lopen heel energiek. En voor Nederland is niet veel meer over. En het wordt steeds minder. Maar toen dacht ik, dus als positief, denk ik van ja, kijk, het is een oorlog tegen ons. Dat, dat mag duidelijk zijn. Door ons vol te proppen met Jan en alle man van uh, heinde en verre. Dat is niet bedoeld om iets positiefs te doen voor de mensheid. Dat heeft alleen maar hele vervelende consequenties voor de Nederlander. Want je kan moeilijk het dichtstbevolkte land van Europa volpompen met mensen van heinde en verre, en dan maar hopen dat het goed komt. Dat kan helemaal niet. Dus... Het, dat is een, het is de bedoeling van dat volpompen van Nederland... met al die mensen van Heinde en verre... de bedoeling daarvan is... dat... dat Nederland naar de rats meteen gaat. En wij zullen hier... Uh, ernstige consequenties van gaan ondervinden... Uh, onder andere in financiële zin... maar ook in saamhorigheid... En, en ik denk ook criminaliteit die zal toenemen. En asociaal gedrag zal toenemen. Dat kan bijna niet anders. Het wantrouwen zal toenemen. Ja, en als het wantrouwen en criminaliteit en asociaal gedrag. Als het allemaal gaat toenemen, ja, dan daalt de economische productiviteit. Dan wordt het allemaal niet zo leuk. Hè? En dan worden we armoedig. Dan krijgen we een geldprobleem. Dat zal ik denk ik niet heel erg gaan meemaken. Denk ik. Ja, ik geef mezelf nog twintig jaar, hooguit dertig. Maar heb je het wel gehad hoor. Twintig ja, jaar zou ik mooi vinden. En die twintig jaar die ik nog te gaan heb, denk ik. Hm? Ik uh, denk niet dat ik dus uh, nu en twintig jaar uh, ernstig in de financiële problemen kom. Ik zou niet weten hoe. En waarom. Ik heb al vaker gezegd, ik leef heel zuinig. Dat bevalt me erg goed. Ik heb vandaag weer voor 4 euro geit gekocht. Geitvlees. Nou, dan kan ik weer 4 dagen van leven. <laughs> 4 dagen van eten. Nou, ruim. Ik denk wel 5 dagen. Dat was uh, 600 gram, dus nou ja. Zo reken ik dan, hè? Een heel zuinig leven. En voor ons, hè? Oh ja, nu even dat, dat verhaal af te maken. Kijk. Die oorlog die vroeger tegen ons werd gevoerd, zoals bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dat was een stuk vervelender hoor. Toch? Met die hongerwinter. En ja, zo erg zal dat nu denk ik niet worden. En al die uh, geweren, bommen en toestanden die we hadden. Ja, toen met dat de Duitsers binnenvielen... maar daarna ook toen de, de Engelsen kwamen... en de Amerikanen. En ook een hoop hoor. Zeker hier in Arnhem. Hè? Met die uh, gevechten. En ook bij Nijmegen. En Nijmegen is ook nog een keer per ongeluk gebombardeerd. Door de geallieerden. Nee, zo erg is het nu niet. Het valt wel mee. En het is niet zo dat het nu minder erg is omdat die jongens en meisjes van de wereldorde dat die vriendelijker zijn geworden. Nee, het is nu minder erg omdat die jongens en meisjes van de wereldorde die hebben niet onbeperkte mogelijkheden. Dus dit is zo'n beetje wat ze kunnen doen binnen het kader. Want als ze het te openlijk doen, nou, dan schieten ze zichzelf in de voet en dat willen ze niet. Dus dan maar zo. Nou, oh, ze hebben er goed over nagedacht. En voor ons is het... Ja, nou ja... Je moet niet gehecht zijn aan het Nederland van toen. Ja, Boeddha zal zeggen, je moet je helemaal niet hechten. Ook niet aan het Nederland van toen, dus... Nou dan... Een beetje makkelijk zien... En het allerbelangrijkste voor ons is dat wat altijd het allerbelangrijkste was en dat is. En dat was, dat is en dat zal zijn. Dat jij leeft uit ontzag en dankbaarheid. En dat je dat uitdraagt. En dat dat voelbaar is voor je omgeving. En het allermooiste is als jij een goede partner weet te vinden. En dat je dan een gezin kan gaan stichten met dat leven vanuit ontzag en dankbaarheid als uitgangspunt. Dat is waar het om gaat. Dat was het altijd al waar het om ging. Dat was wat God van ons vroeg. En dan zou jij hem zeggen: ja, maar Pire, je zou het positief houden en dan begin je over God. Ja, dat is ook de enige manier om het positief te houden. Want vanuit de materialiteit, vanuit de objectieve werkelijkheid. ja, kan je alleen maar constateren dat Nederland naar de Rasmede gaat. En ja, de Europese Unie. ja, je moet echt niet denken dat Thierry Baudet en Geert Wilders dat tegen gaan houden. Dat, dat gaat toch echt niet? Dat kan je zelf toch ook wel ja, op een rijtje krijgen, of niet? En dan nu is er dan in Engeland die Boris Johnson. en die geeft er dan aan dat hij een Brexit gaat doen. Maar. Jeetje zeg. Hoe lang zitten die Britten nou al te, te zeuren om een Brexit? Ik weet niet hoeveel jaren al. En waar, waar blijft die Brexit nou? Dat is net zoiets als een JSF. Daar zitten we ook al de hele tijd om te zeuren. Maar waar blijft die nou? En het antwoord is: die Britten die krijgen geen JSF. Die Britten die krijgen geen Brexit. En uh, ja, wij krijgen geen JSF. Ja, misschien krijgen we wel een JSF voor de vorm. Maar er komt dan zo snel mogelijk weer een rekening voor uh, het JSF-verbeteringsprogramma. Want uh, ja, die JSF, dat snap jij toch ook wel? Wij hebben helemaal geen JSF nodig. En die Britten hebben op zich ook helemaal geen brexit nodig. Die Britten die moeten hetzelfde doen, hetzelfde doen als wat wij moeten doen: dat is namelijk alle betalingen aan de EU opschorten. Dan zet al dat geld maar op een spaarrekening. We hebben het er nog een keer over. Gewoon niet meer betalen aan de EU, dan ben je klaar. En als de EU dan boos gaat lopen doen, dan kijken wij van. Uh, slechte dag gehad, Sjoehy? Jij een probleem? Uh, zijn wij je iets verschuldigd? Want Wij zijn de EU helemaal niks schuldig namelijk. We hebben duidelijk afgesproken destijds in de jaren negentig dat het allemaal leuk was zo'n economisch handelsverdragsovereenkomstverbond. Maar geen president. Dat hebben wij toch echt gezegd? Nou, vanuit de EU hebben ze gedacht: van nou ja, we hebben er nog eens over nagedacht, maar wij zien het nou toch anders. Nou, dan hebben wij het volste recht om te zeggen. Van, nou, wij hebben er nog eens over nagedacht. Maar. Uh, ja, wij gaan niet betalen voor een EU met een president. Want daar hadden we namelijk toen al geen zin in. En nu nog steeds niet. Maar jij snapt ook wel dat er niet had gebeuren. Ja, wij gaan al onze soevereiniteit overdragen aan de EU. En de EU is. Geen soevereine organisatie, want die staat direct onder het auspiciën van de Paus. Oh, komt Perry weer met zijn paus? Ja, inderdaad. Dan komt Perry weer met zijn paus. Ja. De Paus, dat hele gedoe met die universele kerk. Dat... Ja, dat is vanaf het jaar 325. hè? En daarvoor was het ook al een probleem. Dus uh, wat zeg je nou? En iets wat altijd al een probleem was, dat is nu nog steeds een probleem. Ja. En dan kan jij zeggen, ja, ik vind het in tijden tij, inmiddels wel eens tijd voor een nieuw soort probleem. Het is steeds maar weer dat oude probleem. Ja. Ja, los dat oude probleem dan op. Dan kijk, als jij of ik. Of wij, als wij niks doen aan het probleem wat heette de universele kerk. Ja, denk je dat die lui zichzelf opheffen? Het is toch nooit zo goed gegaan met die lui als nu? Die lachen zichzelf helemaal kapot. Man. En ja, voor de rechtgeaarde mens die godvrezend is, die weet dat de, de kerk van de, van de antichrist, dat is de vrouw gezeten op het beest, ja, die, die weet dat die voorspeld is. En die weet ook dat die voorspelling uitgekomen is. En die weet dat. Uh, is het Wycliffe is begonnen met die Reformatie, hè? Protestantisme. En in de dagen van Luther ging het echt hard. En in die dagen was het, uh, ja, was het zo. De, de paus was de antichrist. Dat wist iedereen. Maar dat zijn we een beetje vergeterd. Zit er niet meer echt in, hè? Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat wij. ...het Christusbegrip helemaal kwijt zijn. We denken dat dat... Uh, ...ja, dus, oh nee, uh, zo'n soort geloof is dat volgens mij. Ja, ja. Ja, ik ben niet zo van geloof. Nou, ja, op dat niveau zitten wij... ...en dat is precies waar die universele kerk ons wil hebben... De universele kerk wilde nooit dat wij een Bijbel zouden lezen. Dat, dat was erg belangrijk voor ze, met een hele goede reden, omdat een volk dat uh, bijbelgelovend is, ja, dat kan je niet domineren. En dus wat wij moeten doen, hè, is dat, dat positieve. Het is leven vanuit de Bijbel. En zorgen voor een mooi, stabiel uh, gezin. En wij gaan onze kinderen zelf leren rekenen en zelf leren lezen. We gaan onze kinderen vertellen dat ze verplicht naar school moeten van die stoute antichristelijke overheid. En dat, we gaan ook tegen onze kinderen zeggen dat we medelijden met ze hebben en dat ze verplicht naar school moeten. En we gaan ze uitleggen dat ze op school niks te leren krijgen. Omdat het de bedoeling is van de Antichrist. Dus we gaan onze kinderen uh, laten opgroeien als strijders. Strijders voor de waarheid. We ja, en onze kinderen die geven wij zelf seksuele voorlichting. En wij leggen uit dat God de mens geschapen heeft, man en vrouw. En dat dat is, dat die twee, en dat geldt alleen voor een man en een vrouw, die kunnen worden tot één vlees. En dan komen de kinderen. En zo heeft God dat bedoeld. En al het andere, dat is een gruwel. En dat hoort bij de antichrist. En we gaan onze kinderen leren dat ze die mensen die die gruweldaden bedrijven, die dat gruwelijke gedrag hebben, dat ze die niet moeten veroordelen. En dat ze de medelijden moeten hebben met die mensen. Maar we gaan dat niet goed praten. Het is net zo goed als dat iemand zichzelf dagelijks injecteert met heroïne. En je gaat dat niet goed praten. Maar het is niet normaal. Je hoort dat niet te doen. Daar ligt het antwoord. En daar is geen compromis. Maar er is ook geen compromis gelegen in het feit dat ik dus zei... dat je die mensen die zich overgeven aan... dat seksueel af... Nou, noem het maar... het seksueel beladen levensgebeuren... je dient die mensen vol medelijden te aanschouwen... En wij gaan onze kinderen ook vertellen dat die mensen, homoseksuele mensen, om die groep er even uit te lichten, daarvan is bekend die mensen die leven 20 à 30 jaar korter dan gewone mensen. Nou, dat scheelt niet nogal wat. En we gaan onze kinderen leren dat, dat de samenleving er heel erg op gericht is dat je, dat je je politiek correct gedraagt. En we gaan onze kinderen leren om op straat en in de klas en waar dan ook maar om politiek correct te spreken. Zonder te liegen. En we gaan onze kinderen leren om spitsroeden te lopen. Om ervoor te zorgen dat ze niet buiten de boot vallen. We gaan onze kinderen leren dat zij behoren tot de vervolgden. Zo zal het moeten worden. Oh, maar Perry, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo'n leuk idee. Nou, het positieve is dat je er op deze manier wat aan kan doen. Want dat de antichrist Nederland in haar en niet alleen Nederland, maar ook België, Engeland en Duitsland dat de antichrist ons in de greep heeft, dat is duidelijk. Ons onderwijs is een schande. Mijn kind, mijn kind, die, die zat al in de, in de brugklas, of misschien al in de tweede klas van de HAVO. Die heb ik toen nog moeten leren staartdelen. Ik heb er, uh, de tafels moeten leren, dat heb ik ook zelf moeten doen. Van één keer één is één, twee keer twee is twee. <laughs> ja, die natuurlijk niet. Maar... maar de tafels, die heb ik, die heb ik gaan moeten leren. Op school gaven ze doodleuk aan dat het lesprogramma veranderd was. en dat dat niet meer tot, het, uh, tot de kanon, tot het curriculum hoorde. Ze leerden kinderen eigenlijk alleen nog maar rekentrucjes. En ons kind, dat. ja, die, die, die snapte de lol van die trucjes niet. Die, en dat zei dan de, de leraar dan ook. Van ja, jullie kind heeft toch. De, ja, die heeft behoefte aan het echte rekenonderwijs. En. Ja, dat geven wij hier niet meer. Dat is de 2000. Wie was dat? 2010, 2009, zoiets. Dat is uh, tien jaar geleden. Nee, dat uh, geven wij hier niet meer. Letterlijk hè? Dat zei ik niet aan mijn duim, dat zei die vrouw. Want waarom zouden ze? Snap je de arrogantie? Als een vrouw ook gewoon tegen die ouders zegt: van, ja, sorry. Uh, jullie willen graag je kind leert rekenen. Ja, uh, sorry, maar dat geven wij niet meer. Snap je? En je kind moet er wel verplicht naartoe, hè? Nee, dan hoor je als ouder, hoor je daar... Uh, ja, je moet dus een, uh, ja, je moet een partner hebben die dat ook snapt. En als jij een of andere uh, slap Janus van een partner hebt... die uh, toch nog gelooft in het onderwijs of in wat dan ook... ja, uh, yeah, dan zou ik de relatie uh, nog een keer gaan bekijken. Want is dat je partner wel... misschien je partner een keer laten luisteren naar mij. Het wordt niet makkelijker namelijk in Nederland. Het aantal buitenlandse culturen hier in Nederland bedraagt ongeveer 100. 100 verschillende culturen. Dat begrijp goed hè, je hebt dus het waar wij veel op hameren... is dat wij als de autochtonen... openstaan voor andere culturen. Hè? Ja. Maar dan moet je juist gaan vragen aan de eerste beste Turk... wat hij vindt van de eerste beste Marokkaan. Dan ga je nog gek aan te kijken hoor. En je hoeft niet te hopen... te verwachten dat er binnenkort... vanuit de overheid een programma komt... dat uh, nou, zijn... Ik denk dat de Turken nog wel redelijk openstaan voor andere culturen. Maar ga niet vragen aan Marokkanen of dat soms zo is. Marokkanen hebben het helemaal niet op Turken. Ja, ik, uh, dit is, heb ik uit eerste hand. Hè? Nou, misschien heb ik toevallig uh, foute Marokkanen getroffen, dat kan. Maar dan zou je eens zo een onderzoekje aan het moeten doen van hoe, uh, ja, hoe multicultureel eigenlijk de buitenlandse mens hier in Nederland is. Uh, ik denk dat het vies tegenvalt. Nee, er wordt nog wat. En wij hebben hetzelfde te doen als wat we altijd al te doen hadden. En dat is onze Bijbel gaan begrijpen. Het is het enige dat we hebben. En pak dan gewoon zo'n lekkere oude Statenvertaling. Of een King James. Zet hem in je woning. Lees je kinderen er een stukje uit voor. En leer te bidden. En je kan je afvragen: wat is God van plan? Hè? Gaat God ingrijpen? En ik denk niet. Ik denk dat God op zijn beurt denkt: wat is de mens van plan? En ik denk dat hij ons voorlopig lekker laat aanmodderen. Dat is wat ik denk. Jurk Gliesman, mijn Belgische bijbelgelovende hamburger. Die heeft gezegd dat hij verwacht dat over 150 jaar Jezus Christus terugkomt. Nou, dat zegt Jurk Gliesman. Ik zeg zoiets niet. Het zou mij niets verbazen als het nog een hele tijd gaat duren. Ten meer dat als ik dus nu kijk. Ja. dan denk ik, ja, zo verschrikkelijk is het in Nederland nou ook weer niet. En aangezien jij. nou ja, aangezien het zo is dat het belangrijkste voor een mens is dat hij goed zorgt voor de kinderen. En daarbij denk je als eerste natuurlijk aan je eigen kinderen, maar dat is niet iedereen gegeven om zelf kinderen te hebben. En toch blijft het zo dat het belangrijkste voor een mens is, een willekeurig mens, dat hij goed zorgt voor kinderen. Op welke manier je dat ook maar vorm gaat geven, maakt me niet uit. Je moet wat doen voor de kinderen. En dat heeft alles te maken met waarheid en wat je kinderen dingen leert, eh, waaronder discipline. En ook dingen als rekenen en lezen. En niet in die volgorde: eerst leren lezen en dan leren rekenen. <coughs> Je moet je kind ook leren leren. Hè, hoe leer je nou iets? Hoe doe je dat? Oh, de, en dat ja, hoe leer je iets? Ik weet, ik, weet, ik weet niet of jij het weet, maar om het kort samen te vatten, leren begint met dat je rust creëert. Leren heb je een rustige omgeving voor nodig. En je moet pen en papier bij de hand hebben, het liefst een schrift. En in dat schrift hou je allemaal aantekeningen bij. En in dat schrift moet je regelmatig bladeren. Dan ga je weer wat opzoeken wat je vroeger opgeschreven hebt. Oh ja, schrijf een datum op je pagina's. Of een dag of zo. Woensdag 13 januari, dan een jaartal erbij. Als een soort dagboek, zullen we zeggen. Als een handige tool. Dus niet in een computer bijhouden, maar in een schrift met een pen. Leer je kind schrijven. Motiveer je kind om te schrijven. Helemaal voor die dingetjes. En begeleid je kind intensief. Eigenlijk moet, als je een kind onder je hebt. als je echt direct verantwoordelijk bent voor een kind. dan moet dat kind veertien jaar lang. nummer één zijn in je denken. Bij alles wat je denkt, denk je als eerste. ja, maar mijn kind dan. Zo moet dat zijn, veertien jaar lang. Dat is een offer dat je brengt. Daarom moet je ook heel goed nadenken voordat je überhaupt een seks gaat doen. Want uh, seks, dat, seks en kinderen dat zijn twee dingen. Het zijn hetzelfde. Hè? Dat hoort bij elkaar. Hè? Dat is een heel belangrijk ding dat wij dat onze kinderen leren: hè? dat seks er is voor de kinderen niet voor de kinderen om te gaan doen, maar dat seks is voor kinderen. <laughs> dat je daar kinderen van krijgt. Daar gaat het om. De rest is spileraai. Dat is niet belangrijk. Helemaal terugkeren naar een zuiver leven. Helemaal terugkeren naar wat je zou kunnen noemen een saai leven. Ja, ja. Maar het wordt toch leuk hoor. Zie je het al voor je? Zo'n zo hele duistere, wilde, boosaardige samenleving. En daarin een aantal huisjes uh, die warm zijn. Waar lampjes branden en kaarsjes. En waar een zacht muziekje speelt. En waar s'avonds een spelletje wordt gespeeld na het avondeten. En waar na het avondeten papa of mama een stukje voorleest uit de Bijbel. Het belangrijkste is namelijk het woord. Het woord gaat aan alles vooraf. Het woord is nog belangrijker dan geur bijvoorbeeld. En er is genoeg geld voor ons. Er is genoeg. Ja, er is genoeg leven er is genoeg levensruimte. Het is niet zo heel groot. We zullen, er gaan tijden aankomen van armoede. Die gaan echt komen. Maar er zal ruimte zijn. Er zal ruimte zijn voor gezinnen. Er zal ruimte zijn voor de gezinnen die dan heel zuinig leven. Het traditionele gezin, waarbij dus de papa die gaat s morgens vroeg de deur uit en, en mama die, die zorgt voor het huis, de huisvrouw. Nou, dat gaat terugkomen en dat worden hele gelukkige gezinnen, waar hele bijzondere dingen gaan gebeuren. Kijk, als je dus je houdt aan het christelijke dogma, de christelijke moraal, dan, dan ben je zelf heel puur, zo puur mogelijk. Hè? En je verheft je niet boven een ander. Dus je wordt sociaal heel erg gewaardeerd. Dat geef ik je ook als oefening te doen, hè? Jij. Zorgt voor een zuiver hart, jij zorgt ervoor dat al jouw zonden, uh, die zijn afgerekend met het bloed van Christus. Jij hebt de wereldse zaken. Um, afgelegd. Je doet er niet meer mee. Hè? En je kijkt naar de andere mensen die nog wel werelds zijn. Hè? Sorry, ik kwam even tegen de microfoon aan. Je kijkt wel naar die andere mensen en je veroordeelt ze niet. Je hebt alleen maar begrip en medelijden. En je kijkt op je horloge, als het ware. En vraagt je af wanneer zij dezelfde dingen gaan meemaken. die jij ook hebt meegemaakt. toen God jou gevonden had. Moet je eens kijken hoe die mensen op jou gaan reageren. Ik zeg je. ze reageren anders dan daarvoor. Ze reageren veel opener. Ik liep vandaag op straat, ik was vlak bij mijn voordeur en 15 meter verderop, 20 meter verderop, daar stond een vrouw en die had een hond aan de lijn, twee hondjes. En die stond te praten met een man. <coughs> en die honden die moesten dan maar even stilstaan. Omdat het vrouwtje heel druk uh, belangrijke dingen aan het doornemen was. En een van die twee honden die keek mij aan. En ik keek terug naar die hond. En die hond die blafte naar mij. Dat was uh, hallo zeggen. Die hond die zei hallo. En het vrouwtje gelijk is heel boos. Hou eens op. Hey, niet blaffen. hij hey, moet niet blaffen. Maar die hond die zei hallo tegen mij. Ik had die hond al vaker gezien. Dat heb ik ook met die hond hier boven mij. Als hij mij ziet moet hij ook altijd blaffen. Dan gaat hij altijd kwispelen. Bent hij altijd leuk. Er woont een hondje hier onder mij. En oh, die kent mij ook. <laughs> En ik denk, ja, ik, weet ik, daar, ik weet niet of ik daar gelijk in heb, maar ik denk dat dat komt omdat ik zo naar de wereld kijk. Ik veroordeel niemand. Ik heb medelijden met de mensen. Ik ben mij heel erg bewust van het feit dat ik een enorme bofgrond ben. Ja, ik heb vandaag was ik om 9 uur op mijn werk. En ik hoefde maar te werken tot 12 uur. En de mensen daar waren echt hartstikke blij met dat ik geweest was. Er was zo'n dus opvangding voor alleenstaande moeders. Jonge vrouwen. En het contact met die mensen daar, inclusief ook met de begeleiding hoor. Maar ook met de bewoners daar en die kinderen. Jongen, het gaat zo geweldig. Zo leuk, zo warm. En iedereen die spreekt me daar aan met u. Ja, toen ik nog uh, hotshot was in de automatisering. en ik naar huis ging met, uh, weet ik veel, uh, 3000 euro in de maand of zo. En toen zei iedereen je en jij tegen mij. Nou verdien ik aanzienlijk minder. En ben ik schoonmaker. En dan zeggen mensen u. En ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik zo gelukkig ben met mijn werk. En dan denk ik, ja, andere mensen die zijn pas tevreden over hun werk. als uh, manager uh, buitenlandse missies zijn van een multinational... gespecialiseerd in uh, kunststof dakgoten of zo. Oh. <coughs> en ik ben blij met het werk wat ik nu heb. Ik heb daar voldoening aan... Niet in de laatste plaats uh, dat ik het ook niet uh, acht uur per dag hoef te doen. Dat speelt behoorlijk mee dat we het duidelijk hebben over part-time. En dan een inkomen wat daarbij passend is en het is best te doen. Kan ik nog een beetje sparen ook. Kijk, en dat geef ik dus aan, he, die, die houding, daar moet, je naar gaan, daar moet je op zoek naar gaan. En al dat materiële en al die dingen met zo'n. Uh, als je naar de mediamarkt gaat of zo. Wat, wat ze daar allemaal niet verkopen aan nutteloze onzin. Waar je helemaal kriegel van Heb je allemaal niet nodig. Ik heb het al eerder gezegd, van als jij een computer wil heden ten dagen. Uh, neem een Linux machine. Daar is het echt de tijd voor. Een, een mooie Linux distributie. En die machine ook alleen maar gebruiken waar die voor bedoeld is. Namelijk uh, op het internet kijken hoe laat de bus gaat. Een beetje telebankieren. Internetbankieren. Maar vroeger heette dat telebankieren, denk ik. Nu. Bedenk ik mij. Naar nou, een e-mailtje sturen aan je tante in Australië. Foto's opslaan, dat soort dingen. Dat kan met een Linux-machine net zo goed als met een Windows-machine. En het is gratis, dus dat scheelt weer geld, snap je? En Linux draait op. Ja, daar heb je dus niet de allernieuwste, hyperduppere ding voor nodig. Echt niet. En we beginnen dan, de wereld is te bekijken naar hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. De wereld is dood en doodziek. Iedereen is bezig met oorlog voeren tegen elkaar. En dat gebeurt dan tussen Amerika en Iran dan nu, zogenaamd. Want achter de schermen gaat Donald Trump lekker uit dineren met uh, de geestelijke leiders van Iran hoor. Die hebben alleen maar ruzie op tv, waar iedereen bij is. Zo was het bij de koude, Wereld, de koude oorlog ook. Er was dan openlijk op de tv... ...oh, een raketten oh... Maar, ...maar achter de schermen niet. Ja, die oorlogen die worden opgevoerd als theater voor ons... ...om ons mee druk te houden. En dan in ons uh, samenleving... ...daar heb je dus een oorlog echt van Jan uh, tegen alle man... Daar loopt uh, iedereen ruzie te maken met elkaar. Nee, ik zag een aantal buitenlandse mensen, waren dat dan in dit geval toevallig allemaal? Maar die deden toch een partijtje onbeleefd, joh? Ik denk, zo, jij bent lekker bezig. Kijk, in de Bijbel staat, wees in deze wereld en niet van deze wereld. Dat is wat ik probeer te zeggen. Natuurlijk ben je in deze wereld, dat kan niet anders. Maar je hebt er geen verbindenis meer mee. Je hebt het losgelaten. Je snapt dat dit hopeloos is. Als je een regering hebt die gelogen heeft over de aanslagen van 11 september, en die hebben wij. En niet alleen onze regering heeft gelogen, nee, ook onze media hebben gelogen. En de universitaire mensen, hoe heet die eigenlijk? Die hebben ook weer een naam: de academici. De academici hebben er ook over gelogen. En dan heb je dan nu zo'n George van Houts. En die gaat het dan wel over vertellen, over die aanslagen van 11 september. Maar niemand heeft het erover dat, uh, ja, uh, hoe ver staan we ervoor met aan te tonen dat het de Jezuïeten weer eens waren. Er is dat boek geschreven, Code Word Babylon, en dan deel 2. The Antichrist is a Woman. Alive and well. Ik ga dat boek in handen krijgen. Het schijnt dat daar uh, weer bewijzen in staan. Of dus een aantal, dat er een aantal bewijzen in staan. dat de jezuïeten betrokken waren bij die aanslagen van 11 september. Ik ben benieuwd wat iemand als Eric John Phelps uh, inmiddels uh, al weet daarover. Maar de Jezuïeten zaten erachter. En zo kan je ook zien hoe ontzettend belangrijk een figuur als Jezus Christus, Christus, Jezus. Voor ons is. Als de meest kwaadaardige organisatie, die wij in onze geschiedenis gekend hebben. Als die zichzelf de sociëteit van Jezus noemt. Dan weet je dus. Dat Jezus de Christus was. Het wordt alleen maar duidelijker dat God Zijn Zoon gezonden heeft om voor onze zonde aan het kruis te sterven. En dat is gebeurd. En jij gaat het accepteren of je gaat dood. Of je bent al dood. Dat is waar het om gaat. Dus er wordt nog een hele reis voor onze mensheid met alles wat er nog te gebeuren staat. En die die reggae-mensen, die, die, die zingen zich helemaal de kegel schor over Babylon. Nou, daar hebben ze groot gelijk in. Babylon is het probleem. Donald Trump is van Babylon. Maar die leiders in Iran, die zijn ook van Babylon. En Poetin is ook van Babylon. En de paus is meneer Babylon. En het hoort allemaal bij Babylon. Dat is de droeve waarheid. En wij hebben de strijd verloren. Onze positie is hopeloos. Dat is het positieve. Het komt nu echt helemaal neer op ons persoonlijk. En wat wij persoonlijk gaan doen met ons leven. Het is geen kwestie meer van. Als we nou met z'n allen gaan we dit doen en richten we een politieke partij op en dan uh, gaan we Nederland terugklemen. Nee, dat kan helemaal niet. Je hebt gezien met welk gemak ze Balthasar Gerards hebben gestuurd. om even Willem de Zwijger dood te schieten. Dat was een fluitje van een cent. Ze hebben zes Amerikaanse presidenten vermoord, alsof het niets is. De ene laatste was in 1865, was Abraham Lincoln. En de laatste, dat was in 1963. Tachtig jaar later ongeveer. En dat was John F. Kennedy. Nou, wij hadden hier zo'n uh, vrolijke. nieuwe bezems schone figuren die Pim Fortuyn... Hm. hebben ze ook doodgeschoten die uh, Volkert van de Graaf Volkert van de G dat was de zondebok ja, toen Volkert van de Graaf voor de rechtbank moest komen toen werd hij uh, ...ondersteund door twee uh, hele dure advocaten. Het waren geen... Uh, nou, hij ja, had dus in principe recht op één prodeo-advocaat... ...in zo'n uh, uh, ja, zo, zo pak van de... ...nou ja, niet van zo'n duur pak, zeg maar... Gewoon zo'n pak van, hoe heet dat dan ook weer? Van de CNA. Een CNA-pak. Een schoenen van de Van Haren. Nee, daar stonden advocaten met zo'n echt een hele dure pakken. En dan schoenen van uh, directe Italiaanse makelij. En dan nog twee ook. Tenminste, dat heb ik mij laten vertellen. Ah, Pim van Tuin is gewoon doodgeschoten hè? door een Libanees. Zo gaat het verhaal. Dat staat in het boek Moord namens de kroon van Ine Feen. Weet je dat ook? Nee, zo'n beweging stichten, een rel veroorzaken, dat heeft geen enkele zin. Je bent of. Uh, ja, of het blijft steken in een, een korte, kleine groeifase. en dan voor de rest helemaal niks. Nou, dan raak je alleen maar verschrikkelijk teleurgesteld. Of uh, het breekt door. en dan sturen ze iemand op je af. en dan, ja, dan word je van binnenuit overgenomen. En belangrijkste figuren. Ja, die worden omgelegd. Of gechanteerd kan ook nog. Maar als jij in je persoonlijke leven je zo weet op te stellen dat jij door God gevonden wordt. Ik garandeer je, je leven verandert op slag. En in ene zie je wat je moet doen. En dat is het denk ik ook wel dat mij zo gelukkig maakt in mijn werk. Is dat eh, ik ben dan weliswaar alleen maar de schoonmaker ben. Maar zo voel ik mij helemaal niet. Ik was eergisteren was ik bezig, was weer een andere locatie. En ik was ergens in een ruimte bezig die een beetje achteraf ligt. Dat was een algemene ruimte en die is vrij groot. En in komt daar een bewoner, die komt die ruimte binnen. Er was voor de rest helemaal niemand. Die was echt helemaal naartoe gekomen uit er eentje, want ze wist dat ik er bezig was. En toen legde ze op mijn waskar een papieren zak neer. En toen zei ze, dit is een broodje kaas voor jou. En die krijg je van mij, omdat jij zo aardig bent. En dan later sprak ik haar nog even, dus zei ik tegen haar van... Uh, dat het broodje kaas heel erg lekker was. Was zo'n zo broodje met bladerdeeg en er zit dan van het kaas en is dan in de oven geweest. En... Dat had ze ergens in het dorp gekocht bij zo'n hippe bakker. En dan zei ik tegen haar dat het broodje kaas heel erg lekker was. En toen keek ze naar mij, en zei ze: de volgende keer dat jij komt werken, dan krijg je er weer een. En tegen iemand anders die dat volgde en die met verbazing zat te kijken. Dus zei ze dus tegen die persoon, dat was een begeleidingspersoon trouwens. Ze dus zei: Ja, hij krijgt dat van mij, want hij is zo aardig. Kijk, en dan denk ik: Zie je wel, <laughs> ik heb mijn werk weer goed gedaan. En ik kijk ook naar haar. Ik vraag me ook af hoe het, als ik, dan, als ik haar dan zie, dan denk ik van, oh ja, hoe gaat het met jou, dat denk ik alleen maar. En ik ben ervan overtuigd dat zij dat voelt. Net zo goed als dat ik ervan overtuigd ben dat die honden hier in de buurt, als ze mij zien lopen, dat ze naar me blaffen. En ze blij blaffen dus, hè? niet woest of zo, nee, blij blaffen. Die honden weten dat ik ze zie. Die honden weten dat ik. Ja, ik zal ze geen kwaad doen. Ik zal andere mensen ook geen kwaad doen. Want ik wandel in het licht van Christus. En Hij is mijn herder. En hem volg ik. En de aardse bezittingen interesseert me helemaal niks. Ja, ik wil niet in mijn blote kont over straat. Ik wil wel kleren aan. Ik vind het wel fijn als mijn OV-bliepkaart werkt. Die trouwens vandaag, die, die weigerde nog half... die is echt belachelijk. Hij, hij wilde niet uitbliepen. Ik denk, was dit nou weer? Maar uiteindelijk ging het wel weer goed. Het <laughs> is me wat met al die computers. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Kijk, en hoe jij het persoonlijk moet doen, dat, dat weet ik dus niet. Ik weet niet eens of jij een man of een vrouw bent. De invulling in de details, dat is nou typisch datgene waarin jij helemaal vrij bent. Maar de algemene lijn is dat jij de Bijbel moet doorgronden. Daar begint het mee. En voor mij is dat gebeurd toen ik twaalf was. En ja, nog steeds vind ik het fijn om stil te staan bij teksten uit de Bijbel. Ja, het is het woord van God. Ik ga nu afronden hoor. Uh, ik zag net nog een stukje Jordan Peterson, de man die ik heb beticht van atheïsme. Maar is die denk ik ook wel? Maar die houdt toch de mogelijkheid open van uh, dingen als wonderen. Dat deed hij vandaag. Want vandaag deed hij dat niet. Ik zag het vandaag op internet. Dat was natuurlijk een opname van een tijdje terug. Dus Jordan Peterson is daarmee toch weer iets gestegen in mijn aanzien. Ik van hij ervaart, of hij erkent, moet ik zeggen. Hij erkent in elk geval het begrip. Wonder. Want wonderen gebeuren. Je kan ze alleen niet afroepen. Dat is het punt. Het zou een mooie boel zijn. Als dat zo was, dan uh, ging er helemaal niemand nooit meer werken. Dan deden we allemaal de hele dag niks meer. Maar wonderen gebeuren wel. Ga maar goed opletten. Ga maar eens kijken wat er allemaal gaat veranderen. Als jij dingen van de Bijbel die je misschien al eerder begrepen had, maar die je misschien nog een keer wil lezen en die je dan nu nog dieper begrijpt ofzo. En zoek een fijne moeder voor je kinderen. Of een fijne vader voor je kinderen. Kijk ook zo naar andere mensen. Als je naar een partner op zoek gaat. Ga op zoek naar een ouder voor je kinderen. En als jij een vrouw bent, dan zoek eens wat voor een man wil ik nou dat de vader van mijn kinderen is, wordt, zal zijn. Goed denken aan die langere termijn. Goed beseffen dat ze iets zal scheiden, dat is God een gruwel. Los van het feit dat ik het nu niet wil hebben over uh, als je in een heel moeilijk huwelijk zit en of je dan wel of niet mag scheiden of zo. Daar ga het nou niet over hebben. Man. Maar denk aan die langere termijn. Snap je? Maak goede keuzes. Maak wat van je leven. Ik kom er nog wel op terug hoor. Ik zal nog wel meer van dit soort beschouwingen houden. Want anders is het alleen maar één grote opzomming. van hoe ongelooflijk slecht, hopeloos, uitzichtloos. we ervoor staan. We staan er zo slecht voor. dat we er alleen met de hulp van de Heilige Geest. en Christus Jezus. en de Vader eruit kunnen komen. Dus weten we zeker... dat één van die drie... of alle drie... die komen ons helpen. Dat leg ik de volgende keer uit. Ja? En op zijn hamburgs... zeg ik dan tegen jullie... tjus! En dag lieverts, die er wat van gaan maken...